zometeen een make-up unboxing doen. Namelijk van Cursed Cosmetics. En dat is dus een make-up lijn van zusje Maya. En ik heb er heel erg veel zin in om deze video op te nemen. Maar ik ga eerst me helemaal make-up. Ik heb de nachttimer al opgedaan. En ik ga eerst primer opdoen. Want ik moet natuurlijk echt super goed uitzien voor die make-up unboxing video. En ik ga een gekleurde primer opdoen van Dermalogica. En dan maak je huid zeg maar heel mooi glad. Dat is eigenlijk al meer dan genoeg. Dan ga je dat uitblenden. En nu ga ik concealer doen. Van Elf, echt mijn favoriete concealer. Daar heb ik echt niet veel van nodig. Dat is eigenlijk al meer dan genoeg. Nu ga ik poeder en bronzer doen van het paletje Essence. En dan bronzer. Beetje uitblenden. En dan ga ik blush op doen. Ik ga deze ook doen van de Kruidvat. En dan ga ik een blush uitblenden, dat hij niet zo in streep is, zeg maar. En dan ga ik mijn favoriete highlighter aanbrengen van mij. Nee, van I Love. Ja, van I Love Revolution aan mij. Ook een beetje uitblenden, dat kan dus zo'n streepje. En dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. Doorzichtige wenkbrauwtje. En dan ga ik wimpers krullen. Dan oogschaduwbasis. Nu ga ik het nieuwe oogschaduwpaletje uitproberen van Essence. Voilà. En ik ga dus eerst deze kleur doen. En die doe ik in mijn account. En dan pak ik deze. Het is wel heel oranje. Oei, dan moet ik wel goed uitblenden. En misschien even een andere kleur eroverheen doen. Ja, ik ga even deze kleur eroverheen doen. Ja, dat is mooi. En het is wel ja, niet zo goed gepigmenteerd, vind ik wel. Dus je moet wel vaak even overheen gaan, maar het zijn wel mooie kleuren. Nu ga ik mascara opdoen en ik heb een nieuwe favoriete mascara van Maybelline in New York. En dan pak ik nog een andere mascara voor mijn onderwimpers van de Kruidvat. En dan ben ik eigenlijk al klaar met de make-up, want de lippen ga ik nog niet doen, want dan ga ik uiteraard deze Cursed Cosmetics uitproberen. En oh my god, ik ben echt heel erg benieuwd. Dus ik ga zo meteen de video opnemen. En we hebben iets heel erg speciaals, namelijk roze humus, toch? Ja, ik weet niet. Zou dat meer rode bieten of zo zijn? Ik heb geen idee. Ik ben benieuwd. Mijn mama en papa zijn speciaal nog voor mij naar mijn juwelier gegaan. Voor jou wel. Voor de nieuwe bronzer te gaan halen. En deze keer mag ik hem echt niet laten vallen. Moet ik er echt heel ja, voorzichtig mee zijn. Dit is hem dus. Ik ben hier echt heel blij mee. Helemaal nieuw. Dus moet ik echt heel voorzichtig mee zijn. Ik ben gewoon heel erg blij. En dan ga ik bronzer opdoen. Van mijn juwelier, dat is echt een hele mooie bronzer. Kijk, echt mijn favoriete bronzer. En dan ga ik even deze voor gebruiken, deze kost. Oh nee! Oh nee! Nee! Oh, dat was mijn favoriete bronzer. Oh, wat erg. Oh. Nee.
Ik vond het nu echt heel schoonlijk. Oh. Ah, is dit nou ergens? Hé. Zit hij lekker te chillen, Peter? Oh, zo niet.